Now guys, long time no see. We zitten alweer lekker aan de wijn. Vandaag was het surprise. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ga nu even lekker sporten. Ik ga een Hyrox lesje doen. Ja, ik ga nu even zo meteen poetsen, want ik moet gaan. Ik ben inmiddels terug van het sporten. Ik heb me lekker gedoucht en omgekleed en opgemaakt. En ik ben even wat content aan het editen, filmen, whatever. En het sportlesje was echt zo chill. Het was echt, ik ging helemaal kapot. We moesten eerst 500 meter rennen, 500 meter te roeien en 500 meter op de ski. En toen moesten we echt 100 squats, 80 lunges, 40 burpees. Nou, het was echt te gek voor woorden. Maar heel blij mee. Ik ben nu lekker lunch aan het maken. En vanavond ga ik dus iets heel leuks doen. Ik ga naar een Japanese head spa. Dus ik krijg zo'n Japanse head spa massage, scalp, whatever. Dus ik ga het natuurlijk voor jullie filmen. Helemaal leuk. Ik ben hier lekker eitjes aan het koken. You know, voor de games. En ik heb hier lekker een tosje met kipfilet. Helemaal geweldig. En gisteren is er dus iets heel leuks binnengekomen. En dat heb ik jullie nog helemaal niet laten zien. Ik ga het even laten zien. Wat is dat zo? Zo excited. Ik heb van Comfy Wonen dit ontvangen. Nou, hoe leuk staat dit? Het past helemaal bij mijn interieur. Ik ben hier zo excited naar voor alles. Gewoon, ja, dat is niet normaal. Het zit echt super chill. Want eerst stond hier gewoon een stoel. Maar dit zit echt veel, veel lekker. Daar kan ik ook lekker een boek in lezen of zo. Helemaal vibes. Ja, ik ben hier echt heel gelukkig naar voor. Ik kan het weer niet uitspreken. Ik zal natuurlijk een linkje in de beschrijving zetten. Is dus van Comfy Wonen. Ja, ik ben echt de rodolla. Comfy Wonen, nou, verkoopt dus onder andere dit. Maar ze verkopen ook stoelen, banken, op maatwerk. Ja, ze bieden best wel een service aan. Dus ik ga zeker even een kijkje nemen. Want wellicht, ja, denk je, ik moet dit ding ook. Dat snap ik. Al zou ik dit zien, zou ik denken, ik moet dit. En ik wil even een nieuw tv-meubel bestellen. Want ik ben er nu helemaal klaar mee. Dit ziet er gewoon echt niet meer uit. Dus dat ga ik zo meteen doen. Kijk, ik wil dus dit tv-meubel bestellen. Want hij is nu in de korting. Van 2,50 naar 175. Maar ik twijfel over de kleur. Ik vind deze kleur leuker. Maar dat is nu ook omdat dat nu de trend is. En deze is ja ook leuk, maar lichter. Maar minder trendgevoelig. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, voor 175 euro. Ja, ik moet deze gewoon. Alleen het enige ding is dus wel dat mijn tafel, mijn salontafel dus wel licht is. En deze, die tafel zit er een beetje tussenin. Maar al zou ik daar een nieuwe tafel willen, dan zou ik een donkerhout tafel willen. Ja, ik vind het gewoon allemaal heel lastig, interieur. Ik vind het zo moeilijk. Ik ga het even aan boven dragen. Is het je eerste keer bij de head spa? Ja. Een head spa? Ja. Leuk. Ja. Je mag voor mij als eerste je haar vast een kijkje nemen. Zijn er bepaalde problemen waar je tegenaan loopt? Snel vettig haar wel, eigenlijk. Verder geen last van schilfers of maximaal 2 keer eigenlijk in een week je haar te wassen. Ja. Het eerste wat me eigenlijk opvalt is dat bij jou de haarzakjes wat verstopt. Geen talg, je ziet heel weinig talg. Wel op sommige plekken is het ook normaal. Ik ben inmiddels alweer een tijdje terug van de Japanese head spa. Was zo, zo relaxed. Zo'n aanrader. Ze gaan eerst dus een head scan doen van je haar. En dan kijken ze hoe gezond je hoofdhuid is en je haarzakjes en zo. En daarna gaan ze dus een hele detox doen voor je haar. Een shampoo, masker, lekker verzorgende shampoo. En dan krijg je dus lekker dat water zo over je hoofd. Je nek wordt gemasseerd, je schouders, je hoofd. Nou, het is echt een uur genieten. Niet normaal. Daarna gaan ze dus weer een beetje het verschil zien. Ik had dus best wel een goede hoofdhuid, zei ze. Ik heb niet last van schilfers, irritaties, roodheden, eczeem, psoriasis, iets. De batterij was uitgevallen. Maar als je daar dus wel last van hebt, kan zoiets dus heel erg helpen. Omdat het even alle producten, alles uit je hoofd helemaal detox. Je kan het ook zien. Er zit geen sprankeltje volume in mijn haar. Het is echt, er zit helemaal niks meer van producten in. Maar dat is wel heel, heel goed natuurlijk. Zeg maar, het zit gewoon plat, zo stijl naar beneden. Er zit geen model in, niks. Dus ik vond het echt heel fijn. Het was echt een hele fijne wandeling.
Ik heb ook de detox shampoo. Oh, ik kan hem even niet vinden. Maar ik heb ook de detox shampoo meegekregen. Dus die ga ik dan hier lekker ook gebruiken. Ja, ik ben er echt heel positief over. Ik heb nu lekker een proteïne shakeje van MyProtein. De kortingscode geldt altijd. SARAXM, Griekse IP. Dus MyProtein staat ook in de beschrijving. Ik vind dat ze echt de lekkerste Impact Whey hebben. Die is dus low in vet. Heeft maar 88 calorieën en 20 gram proteïne. Dus ja, ik vind het echt top. Ik meng het dan met amandelmelk, maar je kan het ook met water doen of met normale melk wat jij wil. Maar amandelmelk is het laagst in calorieën, dus dat doe ik. Maar je moet natuurlijk gewoon doen wat jij wil. Maar om mijn fitnessdoelen te behalen vind ik dat zelf het chillst. Dus hier ben ik nu lekker aan het opdrinken en ik ben lekker Gooise Vrouw aan het kijken. Helemaal heerlijk. En ik heb dus een nieuwe tv-meubel besteld, want ik kan het gewoon niet meer aanzien. Nou, we zijn weer bij Renaissance en we gaan in de huisbel. Ja, Coco met het eerst. Maar dat gaat echt wat worden. Ik ben dus heel moe. Gewoon omdat ik te snel heb opgestaan. Omdat ik ben vergist in de tijd. Toen kwam ik weer aan en stond onze boeking er niet in. Per ongeluk allemaal. Ja, het was gewoon geen topochtend. Ja, kijk, daar ligt ze dan. Ongevraagd de camera gepakt. Ja, maar jij. Maar hoe vind je het? Het gaat best goed. Ik zei tegen Sarah, je moet mij echt even gaan afleiden. Ja. En toen, er zat geen stop op. Sarah zei ook echt van, je moet niet tegen mij gaan zeggen dat ik moet gaan praten. Want dan stop ik niet meer. Dat stop ik niet meer. Oké, hoe doen we dit? Ik vind dat ik dus heel erg merk. Nou? Dat door die ijsbad, ik heel snel mijn ademhaling onder controle heb. Dus ik ga die highworks doen met Bo. Ja. En Bo dit was bijna net op een ijsbad. En zij was helemaal haar ademhaling kwijt. En met dat hardlopen en die oefeningen. En ik merkte gewoon heel erg dat ik heel snel mijn ademhaling pak of zo. En mezelf rustig kon krijgen. Ja, maar dat is echt met ijsbaden. Je moet gewoon een aantal keer goed ademen en je zit oké. Okay. Ja. Zeg maar, je leert heel erg om je ademhaling onder controle te houden. Ja, om je ademhaling vast te pakken en denk ik, nu heb ik hem. Want anders zou je niet in het bad kunnen liggen en zo kunnen praten. Nee. Wat ook helpt, dat heb ik ook gehoord. Ik slaap dus met een tapeje op mijn mond. Ja, ik heb het ook heel lang gedaan. Ja, maar dat is fucking chill. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb heerlijk lekker ijsbadje gehad en gesport met Coco. Dat was echt zo gezellig weer. Ik ga nu even naar lunch maken, want het is 12 uur. Dus het is alweer tijd om wat te eten. Ik heb nog bolletjes, dus ik denk dat ik die even onder de tossie-ijzer ga gooien. Ik heb me even klaargemaakt en ik ga nu richting Nieuwkoop, want ik ga naar gezellig met mijn vrienden in het EK kijken. Helemaal zin in, helemaal gezellig. Dus ja, ik ga er nu vandoor. Nou guys, we zijn onderweg naar de auto. Lekker mijn brilletje op. We kunnen nog goed de wedstrijd zien, want ik ben zo blind als een garnaal. Ik heb echt een leuke dag. Ik ben helemaal positief. Ik voel me helemaal weer goed. Ik ben helemaal herladen, helemaal herboren. Zo blij ben ik. Ik zit dus een uur in de auto, want het is echt heel erg villa. Maar ik heb ondertussen lekker mijn protein shake van MyProtein. Je kan altijd met me doorlopen met de kortingscode. Dus Bestella, SARAXM, Grieks IP, dus MyProtein. Ik krijg altijd toepasbare kortingen. Dus ja, fucking chill. I love MyProtein. Ik heb nu de banaan. Die is echt heel lekker. Ik maak mijn shakes dus altijd met een klontje ijs. Dus gewoon een ijsblokje dat die lekker koud is. Dit is zo lekker. En dan amandelmelk en een beetje water. Cheers. Ja hoor, we hebben gescoord! Ja hoor, 3-0 van Pallen! Goedemorgen allemaal, het is woensdag en het regent zo hard. Dus ik heb maar weer even mijn oranje trui gedaan. Om in de regen te kunnen lopen, om naar huis te kunnen lopen, omdat ik weer gereisd heb. Zeg maar 5 minuten, maar ja, gewoon niet 5 minuten al in de regen lopen. Ik ga nu de vanaf. Nou jongens, ik zit in de auto, ik ga Bo ophalen. En het staat natuurlijk weer helemaal vast in Amsterdam. Ik rijd nooit in Amsterdam met mijn auto, altijd met mijn scooter. Nou, ik snap nu echt weer waarom. Echt, ik doe over een stukje waar ik met de scooter echt 2-3 minuten over zou doen. Dus dat doe ik nu echt al een kwartier, omdat ik gewoon alleen maar stilsta. Ik ben gezellig met bootje. Zo, je bent echt heel bruin als mij. Terwijl ik ben al niet eens wit. Nee. Dat jij genoeg bruin hebt. Ja, nu ben jij gewoon wit. Ja. Maar we gaan weer in een ijsbad. En hierna hebben we weer personal training voor de High Rocks. Heel veel zin in. Ik heb echt wel nog spierpijn, maar ik hoop dat het ijsbad gaat helpen.
Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ja? Ja, ik ben gisteren nog geweest. Dus ja. Nou, ik ga even die schoentjes aandoen. Ik ga even een paar keer diep ademhalen en dan vind ik het wel weer mooi geweest. Dan gaan we erin. Daar gaan we. Nou, en daar liggen we weer in de kou. 40 seconden erin. Eigenlijk een halve minuut heb ik hem te pakken. Gaat goed? De eerste 30 seconden zijn kut. Maar daarna gaat het weer beter. 3, 2, 1. We mogen er weer uit. Na je ijsbad moet je dus bewegen. Dan gaat de bloedstroom erop. Nou guys, ik ben weer terug van het sporten. Het was echt weer geweldig. Ik doe dus bij Hybrid Athlete een personal training voor de Hyrox. Dus hij gaat ons helemaal klaarstomen voor de Hyrox. En het was zo leuk weer. Echt, oh mijn god. Hij zei dus dat mijn protein uit is gekomen met een Hyrox lijn of zo. Ik ga dit nu checken. En ik ga mijn protein even appen. Want misschien is het wel leuk om een soort collaboration te doen. I don't know. Best wel leuk. Ja, helemaal in mijn gym girl era. Ik vind het zo leuk. Ik word er zo blij van. Echt jongens. Ik raad iedereen aan. This is your sign. Om te gaan sporten. En vind iets wat je leuk vindt. Maar ga gewoon lekker bewegen. Je voelt je er zo goed door. Niks kan er tegenop. Echt niet. Ik heb me even klaargemaakt. Gedoucht. Make-upie. En mijn nieuwe parfumado's zijn er. Ik ben echt heel benieuwd welke ik nu heb uitgekozen. Want ik kies het altijd weer uit, maar vergeet ik het weer. Dus ik hoop er even... Oh, kijk wat een leuke kleuren. Ja, dit vind ik echt niet normaal. Hoe leuk zijn deze kleurtjes? Ik ben helemaal obsessed. Voor wie het nog niet kent, Parfumado is een parfumabonnement wat je maandelijks afsluit. En je kan bij mijn kortingscode verwoord 50 de eerste maand voor 7,95 uitproberen. Super chill. Ik gebruik het nu echt al jaren. Chillen vind ik eraan dus dat je het overal mee naartoe kan nemen. Je hebt altijd parfum bij je, je ruikt altijd lekker. En je zit niet meer met dure flessen van honderden euro's die je eigenlijk bijna nooit opkrijgt. Ik ben een geurtje ook heel snel zat. Dat ik denk, ik ruik hem niet meer en ik wil hem zo altijd blijven ruiken. Met één zo'n flesje zegt dat je een maand kan doen, maar ik doe er altijd echt veel langer mee. Ik heb weer mijn favoriet besteld. Op dit geurtje krijg ik altijd complimenten. Altijd als ik deze opspuit, ik ga hem nu ook opspuiten, krijg ik complimenten van oh mijn god, wat is dit voor geurtje? Het is een hele unieke geur, maar zo lekker. Ah, ja, ik vind het normaal. Dan heb ik ook weer Zadig en Voltaire. This is her. Dit is gewoon een all time fave. Altijd lekker om te hebben. Ja, die is gewoon altijd top. Net wat zoeter, maar echt love it. En dus ik zie dat ze er ook een mini bij hebben gedaan. Dry Oil Face Body and Hair van Nuxe. Ook echt top. Linkje staat trouwens in de beschrijving, kortingscode ook. Wil je het nog even checken? Je kan het dus gewoon voor 7,95 even een maandje uitproberen. Je zit er niet aan vast. Je kan het maandelijks opzeggen. Als je denkt van, nou, ik vind toch niks, maar dat kan ik me haast niet voorstellen. En dan heb ik een nieuw geurtje. Dit had ik nog niet eerder. Van Hermès. Jour de Hermès. Ik kan niet zo goed Frans, dus I'm so sorry. Ik ben heel benieuwd. Hermès klinkt lekker, maar je weet het nooit. Oh, heel uniek ook. Wat een wat chicere geur. Dit is echt een chique geur. Ja, dat kan je ook wel verwachten. Dit is ook echt wel lekker naar een chic dinertje of zo doen. Nou, ik word altijd echt helemaal blij van deze parfumetjes. Ik neem dit altijd mee op vakantie ook. Heb je er een paar, kan je er lekker mee afwisselen, mee doen. Overal elk tasje stoppen. Ja, ik vind het zo een life hack. Maar jullie weten het. Dus check zeker de link in de beschrijving. Ja, probeer het uit, zou ik zeggen. Goedemorgen, man. Het is vandaag donderdagochtend. Ik ga nu lekker in een sauna en ijsbad lesje. Dat is de Holy Wellness van Saints and Stars. Vind ik echt super chill, want dan heb je gewoon meteen alles in één. Ready to go. En daarna wil ik gaan hardlopen. Ik heb wel echt fucking veel spierpijn van de afgelopen dagen, maar ja. Ik zie er echt uit als een aardappel. Ik ben de hele dag alleen maar dingen aan het fixen. Stan komt hier natuurlijk wonen na de zomer. Ik weet eigenlijk niet of dat natuurlijk is, maar Stan moet hier wonen na de zomer. Moet een nieuw wifi, moet een nieuw energielabel. Ik heb het echt een uur met Ziggo gebeld. Echt, ik haat het. Moet een parkeervergunning aangevragen en dat soort dingen. Dus voor het helemaal real business hier. Een paar dingetjes geëdit. En ik wil zo meteen ook nog even hardlopen. En ik ga vanavond uit eten met Cecile, heel leuk. Ik ga lekker naar Oriental City. Ik wil echt zo lekker eten. Het is insane. Dan kun je lekker ramen en maar lekker etentje, dumplings en zo. Dus dat gaan we doen. Ja, verder een beetje een saai dag, maar prima.
Oké. Ik ben weer terug van het hardlopen. Mijn goede. Ik zweet me echt helemaal dood. Maar we hebben toch weer 5 kilometer. Ik ben wit. Jezus. We hebben toch weer 5 kilometer in een half uur gedaan. Om precies te zijn 30 minuten en 7 seconden. Ik ga nu even douchen, klaarmaken. En dan ga ik zo meteen lekker uit eten. Ik neem na het sporten snel even wat suikers. Ik heb deze pop roll. Dat is maar 100 calorieën. Van maar protein. Super chill. 94 calorieën en 8 gram proteïne. Toch chill. Ik heb altijd een doorlopende kortingscode. SARAXMTRIXIP. Sarah maar protein. Kun je gebruiken. Nou guys, long time no see. Met Sissy. Dus normaal. We zijn lekker uit eten. Lekker dim sum. Ik leef nog. Ja, ze is heel leuk. Hebben jullie ruzie? Dat is altijd. Altijd als ik dus iemand minder in mijn leven zie, heb ik meteen ruzie met iedereen. Nee, ik heb ruzie met mezelf omdat ik te druk ben. Ja. Nee, maar ja, het eerst woon je en werk je samen. Ja. Dat is gewoon logisch, weet je. Het is echt lekker. Oh, huh? Huh? Je ziet me jou heel likken. Huh? Die van jou is echt helemaal een soort hardgekookt ei. Maar ik vraag me af welke dan hoort. Ja, ik had hem de vorige keer ook liquid. Nou, dan zal dat wel horen. Lekker. Nou. Echt wel lekker hoor. Shortcake. Ja, ik vind het zo lekker. Hè? I love it. We zullen echt jongens op de perfecte mensenkijkspot. Ja. Gewoon midden op de oude Doelenstraat, dus bij de Dam. Het is gewoon hier rechtdoor zo dan. Dat is zo leuk. Ja, daar is het dan. Dan zie je dat gebouw. Ik kom hier echt nooit. Want nee, hier, wil je, hier wil je niet komen. Dus de toeristenspot. Maar ik kan wel lekker eten. Want dit hier is ook Chinatown en zo, toch? Ja, en de wallen. Ja. Gewoon alle toeristische dingen. Ja. Echt gek, man. 6-7 minuten met de scooter ben je bij mijn huis en dan is er gewoon niemand. Ja. En hier kom je ook gewoon nooit. Nee, ja. Zo zie ik Amsterdam niet. Zoals dit, maar. Nee. Grappig aan. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb even een koffietje en ik ga zo meteen lekker een koffie doen met Maggie. En daarna Holy Shredda. Dus even lekker sporten weer. Dan heb ik deze week al mijn sportdoelen behaald. Want dan heb ik maandag mijn Hybrid Training gedaan. Dinsdag hard gelopen. Woensdag mijn Hybrid Training gedaan. Gisteren hard gelopen. En vandaag dus een interval training. Dinsdag heb ik een upper body gedaan. Ook goed. Ook prima. Maar goed, heel leuk. Good morning. Heb je die intro voor vandaag al gedaan? Ja. Oh, nou. Tuurlijk, honey. Maar het is 16,1 kilometer. We zijn nu aan het kijken voor die Dam-to-Dam loop. Maar we zijn, we zijn net te laat. Ja. En het is na Hyrox, dat ga ik echt niet doen. Nee. Dan ben ik helemaal dead. Maar je hebt ook Hyrox in april in België. Dat wil ik ook gaan doen. Oh my god, leuk. Ja, ik denk ik ga Hyrox niet doen. Die krachttraining vind ik echt heel zwaar voor mij. Ja, het is de combinatie dat je net hebt geremd. En dan dus zo'n fitnessoefening doen. Ja, dood. We gaan nu Holy Shred doen. Ja. En ik ben niet klaar voor. Jij wel? Ja, goed voor jou. Ik niet. We zijn nu bij Cafecito. Oh, even wat cafeïne naar binnen werken hoor. Want ja, hebben wij nodig. Maar ja. Het is daar om de hoek zeker. Hij moet lopen. Ik ben met die scooter zeker. Ja, we kunnen ook heen lopen hoor. Hallo allemaal, het is zaterdag en ik ben met Bootje. Ik zit alweer lekker aan de wijn. Vandaag was het Pride of Pride. We hebben lekker pulled pork, friet, kaasvlees, kroket, nog meer poep. Nou, heerlijk. Ze hebben hier ook echt lekkere friet, vind ik. Ik vind dat heel goed. Ja. Deze pulled pork is lelijk. Ja, deze. Voel je iedere keer lekker? Ja. Gebakken uitjes. Bos uitjes. Het is echt goddelijk. Nou, even een shotje salmari. Maar hoezo begrijpt iedereen nou weer de memo? Dat is hier weg. Ja, en wij blijven gewoon zitten. Mag ik wel een shotje?
Nou, maakt niet uit. Ik ben heel benieuwd. En dan doen we die Baileys ook gewoon atten en dan zijn we zo weg. Mmm. Zo, hij is koud. Daarom zit hij in die machine. Lekker. Hij is ijskoud. Daarom. Hij is helemaal beslagen op het glas. Oh ja, hier zou ik er nog wel 10 over doen. Nou, dat gaan we toch niet kantelen. Ik denk dat het helemaal niet gek is dat ik zo'n voet af moet hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ga lekker aan de vodka appelsap. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Ik vind het zo lekker. Ja, dit was precies de milkshake die ik nodig had. Ja. Ja. Ik vind het een heel lekker toetje, omdat het gewoon echt een soort creamy is. Ja. Mm. Maar het is niet veel, het is een toetje. Mm. Nee, daarom. Als je heel vol zit. Maar ik hou heel erg van liqueur. Ja? Ik eigenlijk niet. Amaretto, dit, 43. Ja, 44. Oh, dat vind ik zo lekker. Met ijs. Ik vind het alleen lekker met ijs. Stro 80. Ja, maar ik vind limoncello dus heel vies. Hoe kan dat? Hoe? Ja. Omdat ik een keer heel slecht ben gegaan voor limoncello, denk ik. Gewoon als die... Ik ga betalen, want ik vind deze mensen gewoon niet open. Het is tijd Het bootje, de place to be. Oh my god, het is zo spannend! Oh my god. Het is wel een betere plek. Ja, we hebben een beter plek, kijk. We zitten voor het scherm. Nog 2 minuten, we gaan winnen. Nog 1,5 minuut. En ik heb mijn nagel eraf gemeten van de spanning. Ik ga helemaal stukken. Hoe zag je die keeper? Die zit tot in het midden. Een hele geile goeiemorgen allemaal. Ik ben met Baxter. Oh my god, I blend in with the... Ja. With the ding. Helemaal wit. Ja. Juist. Juist. Nou, wij gaan gezellig met de baby vandaag. We zijn nog aan het wachten, maar ik ben sowieso aan. Ik heb me even klaargemaakt. We gaan even lekker de stad in. Nou, we zijn gezellig de hele dag in de stad aan het lopen. Alleen begon het net echt keihard te regenen. Dus we zijn even geweest lunchen bij de Hoxen nu. En... We gaan nu lekker verder wandelen. Maggie is trouwens nu weg, want ik had nog een housewarming. Maar ja, helemaal gezellig en leuk. Hallo allemaal, het is inmiddels maandag, dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij heb ik weer lekker veel gevlogd, dus superleuk. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Well, miss, I guess I'll be on my way.